Hallo, hele goede middag en welkom hier. We gaan vandaag het Nationaal Gesprek over Vrijheid voeren. Dat ga ik niet alleen doen, dat ga ik samen met jullie allemaal doen. Jullie hebben hartstikke mooie vragen ingestuurd. Ik ben Sophie Rutenfrans, ik ben van de Bali en ik zal vandaag het gesprek leiden. En bij ons is Lisa van Ginneke. Welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Fijn dat je er bent. We gaan het vandaag eigenlijk over heel veel verschillende onderwerpen hebben. Maar eigenlijk ben ik het meest benieuwd naar, is ook een nationaal gesprek over vrijheid. En als ik dat woord vrijheid zeg, wat betekent dat dan voor jou? Nou, vrijheid is voor mij dat je de ruimte hebt als persoon om zelf te bepalen hoe je leeft. Ja. En hoe je je leven inricht en wat je wil doen met je leven. Maar dat je dat natuurlijk ook wel doet ja, in de samenleving met andere mensen waar je ook een beetje rekening mee houdt. En dat we met elkaar een beetje zuinig zijn op de planeet. Dus vrijheid is in de eerste plaats zelf bepalen hoe je leven eruit ziet. Maar vrijheid is dus niet onbeperkt. Nee, er zitten ook grenzen aan. Ja. En hoe zijn politiek en vrijheid voor jou met elkaar verbonden? Nou, heel erg. Want in de politiek bepaal je eigenlijk hoeveel vrijheid mensen hebben. En waar mensen allemaal zelf iets over mogen besluiten. Wat ze zelf helemaal mogen weten. Of... waar regels voor nodig zijn vanuit de overheid. Dus ofwel vanuit Den Haag, ofwel vanuit de gemeente. Dat is eigenlijk het politieke gesprek ook. En daar zijn alle politieke partijen het ook niet met elkaar eens op alle onderwerpen. Nee, dat kan nog wel spannend worden. Ja, dus daar gaat politiek ook over. En daarom is het ook belangrijk dat als je kunt stemmen, dat je ook gaat stemmen. Want dan bepaal je dus een beetje mee welke vrijheid je zelf hebt in het leven en aan welke dingen aandacht worden gegeven door de politiek en door de overheid. Ja. Ik heb hier een eerste vraag van een leerling die er vandaag niet is, maar ik vind het een hele goede vraag, dus het lijkt me goed om hem toch te bespreken. Dat is namelijk, wat is uw rol bij D66 en wat doet u als politicus? Ja, mijn rol is nu dat ik Tweede Kamerlid ben, in elk geval nog 2 weken tot aan de verkiezingen. Of ik daarna werkloos ben, dat hangt af van de uitslag van de verkiezingen. Als er genoeg mensen op D66 stemmen of op mij stemmen, dan ga ik nog door in de Tweede Kamer als Kamerlid. Ja. En als Kamerlid heb je eigenlijk als belangrijkste taak om de regering opdrachten te geven. Dat is eigenlijk wat het is. Je denkt heel vaak, de regering is de baas. Hè? Mark Rutte en alle andere ministers, die zijn de baas. En het is zeker zo dat zij elke dag heel veel beslissingen nemen voor ons land. Maar de Tweede Kamer is eigenlijk de baas. Wij kunnen de ministers opdrachten geven. Die noemen we dan moties, maar het zijn gewoon eigenlijk opdrachten. Je moet nu dit gaan doen of je moet nu daarmee gaan stoppen. Wij kunnen ook, als we echt teleurgesteld zijn in de minister naar huis sturen. Mm. Dus, en wij zitten met 150 mensen in de Tweede Kamer. En daar zitten wij namens jullie allemaal, namens alle Nederlanders. En zij kunnen dus bepalen wie er op die 150 stoeltjes gaan zitten via de verkiezingen. Dus ik werk eigenlijk in opdracht van... van jullie. Ja, en het is nu natuurlijk een beetje gekke tijd. Het is verkiezingstijd. Hoe ziet je dag eruit op dit moment? Ja, dit is een hele, hele rare periode inderdaad. Want in verkiezingstijd dan gaan we meer nog dan normaal het land in met mensen in gesprek. Dit soort dingen ook doen. Debatten voeren waar iedereen bij kan zijn. Zodat de kiezer beter weet wat elke partij zo'n beetje belangrijk vindt. Ja, dus we gaan echt de boer op. En dat betekent soms van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan de slag. Ik was afgelopen zaterdag, want het gaat dan ook 7 dagen in de week door. Hè? Afgelopen zaterdag was ik 's ochtends om 9 uur al in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is echt het allerzuidelijkste, zuidwestelijkste deel van ons land. Ja. Ligt tegen België aan. Daar had ik dus ook gesprekken met mensen. Dat ging heel erg over openbaar vervoer. Ja. Zo gedurende de dag reis je dan het land door. En 's avonds had ik een debat in Utrecht. En dat ging dan weer over technologie in onze samenleving. Zo, dus dat zijn lange dagen met heel veel verschillende elementen erin. Ja. Nou, we hebben net al gehoord dat hier ook veel mensen gaan stemmen. Maar dat sommigen nog niet helemaal weten waarop. Misschien dat dit gesprek daar wel aan bijdraagt, wie weet. Ik wil eigenlijk meteen naar de eerste vraag van Sebastiaan Doeswijk. Waar ben je? Ik kom naar je toe en het is fijn als je ook even op wil staan. Ja, wat is het grootste probleem in Nederland dat u wil gaan veranderen met D66?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Het grootste probleem, ja, dat vind ik. Dit is natuurlijk altijd moeilijk kiezen, want we hebben best wel veel problemen waar we serieus aandacht aan moeten besteden. Bijvoorbeeld het klimaat, dat is echt een heel groot probleem. En gelukkig doet D66 daar ook heel veel aan. Wij mochten afgelopen periode de minister voor Klimaat leveren. Dat was Rob Jette, misschien hebben jullie die naam wel eens ooit gehoord. En die heeft knalhard gewerkt met al zijn mensen om ervoor te zorgen dat we echt veel beter voor het klimaat gaan zorgen. En daar wil hij heel graag mee doorgaan. Maar als je aan mij vraagt, ja, wat is nou het allerbelangrijkste probleem? Dan vind ik naast klimaat, maak ik me heel veel zorgen over de polarisatie in onze samenleving. Dat woord hebben jullie misschien wel eens gehoord. Dat is toch eigenlijk een beetje dat de samenleving uit elkaar gespeeld wordt. Dat de groepen recht tegenover elkaar komen te staan. En eigenlijk niet meer naar elkaar willen luisteren. En ik denk dat als je grote problemen wil oplossen, zoals het klimaat, zoals de ongelijke kansen in onze samenleving, zoals de prijsstijgingen, dan is het zo belangrijk dat je met elkaar goed naar elkaar kunt luisteren en goed met elkaar in gesprek kunt zijn, dat die polarisatie, die staat daarvoor in de weg, die maakt dat veel moeilijker. Dus eigenlijk is het oplossen van de polarisatie een oplossing waar alle andere problemen ook van profiteren. Dus dat zou dat is mijn topprioriteit. En wat is volgens jou het grootste probleem? Ja, ik vind ook eigenlijk polarisatie wel een groot probleem. Veel ongelijkheid, zeg maar. Iedereen heeft eigenlijk wel ruzie, heb ik altijd het gevoel. Er is nooit vrede. Want iedereen vindt zijn eigen ding natuurlijk. Ja. En zie je dat ook in de politiek of zie je dat vooral om je heen? Nou, ik zie het veel om me heen, ja. Vervelend. En probeer je dat dan soms ook op te lossen? Soms wel, maar ik heb altijd het gevoel dat als je het gelijk gaat oplossen, dat er dan ook problemen komen. Want dan keren ze naar jou toe en dan heb jij ineens ruzie met iemand anders. Dus er zit wel veel risico op altijd. Ja, ik kan me voorstellen. Ik kijk ook even naar Parker. Ja, nou, jullie zitten allemaal keurig op een rijtje. Jij had ook een vraag. Ja, hoe zit het met uw veiligheid sinds u in de Tweede Kamer bent? Dat is een goede vraag inderdaad. Want als je de politiek ingaat en je gaat je bemoeien met hoe het land eruit ziet, dan vinden heel veel mensen wat van je. En dan krijg je ook heel veel haat over je heen. Natuurlijk op social media, want het lijkt inderdaad alsof iedereen met elkaar ruzie heeft. Terwijl dat denk ik helemaal niet zo is. Alleen de mensen die wat normaler zijn, zal ik maar zeggen, die hoor je vaak ook niet op social media. Maar je krijgt als je de Kamer in gaat heel veel haat over je heen. Heel veel beledigingen over je heen. Soms ook echt bedreigingen. Dan moet je de politie inschakelen. Dus dat is best wel heftig. En er zijn meerdere Kamerleden en politici die ook elke dag mensen, beveiligingsmensen om zich heen hebben. Zoals bijvoorbeeld Geert Wilders. Die heeft dat al behoorlijk lang. Dat is natuurlijk ronduit schandalig. Je kunt het misschien wel niet eens zijn met wat hij vindt. Maar hij moet wel ook gewoon vanuit zijn idee van hoe Nederland eruit zou moeten zien, zijn werk kunnen doen. Maar ik kom hem wel eens tegen in het gebouw van de Tweede Kamer. Dan lopen er altijd één of twee beveiligers naast hem. Dat is best wel heftig. En Sigrid Kaag, onze minister van Financiën, die was bij de vorige verkiezingen onze lijsttrekker. Die heeft zoveel haat over zich heen gekregen. Die heeft mensen met brandende fakkels voor haar huis gekregen. Die kan niet meer veilig over straat om haar eigen honden uit te laten. Dat is echt wel heel heftig. En ik vind eigenlijk dat we als samenleving moeten proberen daar toch een keer mee te stoppen. Dat politici die proberen vanuit hun eigen ideeën het land beter en mooier te maken, die moet je daar ook de ruimte voor geven. Je moet die verschillen van mening die er zijn, die moet je respecteren. En natuurlijk moeten ook de politici met elkaar een beetje fatsoenlijk omgaan. Want dat is ook soms echt super lelijk. En als je nou als burger denkt, joh, ik ben het echt helemaal niet eens met die Sigrid Kaag of met die Geert Wilders. Dan stuur je een mail of je belt op, ik wil een afspraak, ik wil even zeggen wat ik ervan vind. Want dat is prima, want daar kunnen politici ook alleen maar van leren. Maar laten we in hemelsnaam een beetje respectvol met elkaar omgaan. Want waar ik bang voor ben, is dat er over een tijdje, als dit zo doorgaat, dat er dan niemand is zoals Geert, zoals Sigrid, zoals ik, die dan zegt, nou, ik wil wel in de Kamer. Ik wil wel namens heel Nederland
me gaan bemoeien met de toekomst van ons land. En als niemand dat meer wil, ja, hoe moet het dan? Zijn al die bedreigingen voor u ooit een overweging geweest? Van wil ik dit nog wel en wil ik nog wel in deze arena staan? Om te beginnen, je mag je zeggen. Jullie mogen allemaal je tegen mij zeggen. Dat vind ik veel fijner. Ik heb best wel wat haat en bedreigingen over me heen gekregen. Ik ben ook vorig jaar van Twitter afgegaan. Omdat het echt niet normaal was wat ik daar allemaal voor reacties kreeg. En het heeft mij nooit doen twijfelen over of ik wel de goede baan had. Omdat ik het belangrijk vind om dit werk te doen. Het is belangrijk om mee te sturen aan de toekomst van het land. Het is ook belangrijk om zichtbaar te zijn als eerste transgender Kamerlid. Dus ik laat me niet van de wijs brengen. Maar ik ben wel gestopt met Twitter, omdat ik merkte dat daar de reacties bijna alleen maar haat waren. En bijna nooit een opmerking waarvan ik dacht, dat is een goed punt, daar zit wel wat in, daar moet ik eens over nadenken. Dus ik had er zelf helemaal niks aan en het leverde heel veel haat op. En alle mensen die mij volgden op Twitter, die kregen ook iedere keer natuurlijk die haat te zien. Als ze een tweet van mij zagen ze ook al die haat. Ja. En ik voelde me daar verantwoordelijk voor. Dus ik wilde niet meer dat al die mensen die mij volgden ook steeds geconfronteerd werden met haat tegen transgender personen. En je noemde ook net even de omgangsvormen van politici onderling, want dat gaat er soms ook best hard aan toe. Is dat nog iets, zijn jullie daar in de Kamer met elkaar mee bezig? Van moeten we anders met elkaar omgaan om een voorbeeld te stellen? Ja, dat proberen we wel. Hè. Dus er wordt af en toe wel eens gezegd, jongens, moeten we nou echt op deze manier met elkaar omgaan? En we hebben natuurlijk ook, als we met elkaar vergaderen, als we met elkaar debatteren, hebben we ook een voorzitter die er dan voor zorgt dat niemand door elkaar praat. Maar je ziet dat er sommige partijen toch steeds weer ruzie zoeken in de Kamer, steeds weer beledigingen uiten in de Kamer en zelfs ook bedreigingen in de Kamer. Die vinden zichzelf dan super stoer en daar maken ze een filmpje van en dat delen ze dan op Twitter of op TikTok of wat dan ook. En zij denken dat ze dan op die manier een bijdrage leveren aan ons land. Nou, ik denk van niet. De enige bijdrage die ze misschien leveren is dat iedereen nog meer ruzie met elkaar krijgt. Dus ik vind echt dat dat moet stoppen. En een van de manieren om dat te laten stoppen is om gewoon niet meer op dit soort partijen te stemmen. Maar goed, daar gaan jullie over, niet ik. Maar ik hoop toch echt dat we met deze verkiezingen vooral grote partijen krijgen die constructief samen willen werken aan de toekomst van ons land. Ja. Waar zit Wilco? Hallo, ik ben Wilco en ik vind vrijheid vind ik heel erg belangrijk. En een van mijn vragen is, vindt u dat er een grens is bij vrijheid van meningsuiting? Ja, die is er zeker. Ik ben het helemaal met je eens dat vrijheid heel belangrijk is. Dat is denk ik de basis van onze samenleving wat mij betreft. En je mag dus ook heel veel zeggen, vind ik. Iedereen mag een idee hebben van waar het heen moet met ons land. En het is juist ook belangrijk dat iedereen dat uitspreekt. Want als niemand dat uitspreekt, dan kunnen de politici en de regering in Den Haag, die kan er dan ook geen rekening mee houden. Dus het uitspreken van je mening is echt ontzettend belangrijk. Daarom is stemmen ook belangrijk. Hè? Dat is ook een manier om je mening te geven. Maar ook als je in gesprek bent of in debat bent, of iets wil delen op social media, is het belangrijk dat je je mening deelt. Alleen, doe dat dan wel op een manier dat je ook helpt aan een oplossing en dat je niet andere mensen beledigt. Want je hoeft niet mij te beledigen om te zeggen dat je het niet met me eens bent. Je kunt ook gewoon zeggen, nou Lisa, ik ben het niet met je eens. Ik denk dat het zus of zo zit. Wat vind je daarvan? Dat is ook een manier om je mening aan mij te geven en duidelijk te maken dat je het niet met me eens bent. Dus de grens van vrijheid van meningsuiting zit wat mij betreft bij respectvol met elkaar omgaan en ook bereid zijn naar de ander te luisteren. Want als jij vindt dat de ander naar jou moet luisteren en van jou iets moet leren, dan moet je ook zelf bereid zijn van de ander iets te leren. Waar vind jij dat die grens ligt? Ja, het is eigenlijk net zo bijvoorbeeld wat u net als voorbeeld noemt van Geert Wilders, die dan met beveiligers rondloopt omdat hij zo erg bedreigd wordt. Want mensen vinden dan dat hij een slechte mening heeft over bepaalde dingen. Dat vind ik wel te ver gaan, inderdaad. Dat iemand dan zulke beveiliging moet hebben om zich dan veilig te voelen, dat is niet oké. Absoluut niet.
Nee, helemaal eens. Dat vind ik echt een iets om ons kapot voor te schamen, dat we in zo'n land leven. Kijk, ik ben het helemaal niet eens met de standpunten van Geert Wilders op het gebied van migratie en op het gebied van asiel. Helemaal niet zelfs, maar hij mag deze mening delen en dat is ook belangrijk om mee te nemen in het beleid. En dan moet hij wel ook vrij kunnen spreken en wat mij betreft ook vrij kunnen rondlopen. En je had nog een vraag, hè? Zeker. Op welk gebied of voor welke groep vindt u dat er nu te weinig vrijheid is? En wat zijn uw ervaringen in het verleden met vrijheid en is er verschil met nu? Ja, er zijn best wel veel groepen in onze samenleving die minder vrijheid hebben. En misschien nog niet eens zozeer vanwege de regels, maar wel vanwege hoe we met elkaar omgaan. Want het is nou eenmaal zo dat als je een niet-Nederlandse achternaam hebt, dat je minder kans maakt op een stageplek, op een baan. Dus ben je veel minder vrij ook om te kiezen voor een baan die je leuk vindt. Omdat je gewoon minder kansen krijgt. Er zijn mensen die heel weinig geld hebben en echt moeite moeten doen om rond te komen. Die hebben dus ook minder vrijheid om keuzes te maken van wat ze zouden willen doen voor sport of nou ja, noem maar op. En er zijn ook mensen die LHBTI'er zijn. En die hebben ook heel veel te maken met discriminatie en geweld op straat. En dan ben je dus ook minder vrij. Hè, dus als je een homoseksueel stijl bent en je wil graag hand in hand over straat. En je wil misschien wel bij de bushalte een kusje aan elkaar geven. Dan is dat gevaarlijk. En daardoor zie je dat homo's dat ook steeds minder doen op straat. Zij leveren dus vrijheid in vanwege die haat. Dus er zijn best wel veel groepen die achtergesteld worden, die minder vrijheid hebben dan andere groepen. En dat is een van de redenen dat ik in de politiek gegaan ben, omdat ik dat wil veranderen. En dat verander je deels door regels en wetten, en deels ook door het goede voorbeeld te geven en steeds weer hier aandacht voor te vragen, zoals ik dat nu eigenlijk ook weer doe. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, zeker. Is heel duidelijk. Dank u wel. Dan ga ik nu op zoek naar Zeen. Ja. Een van mijn vragen is, de wachtrijen voor de transgenderzorg en de algemene zorg zijn veel te lang. Kan de politiek er iets aan doen en zo ja, wat? Ja, dat is iets waar ik me al jaren over frustreer, de wachttijden in de transgenderzorg. In de zorg in het algemeen, hè, dus op heel veel gebieden van zorg, als je dat nodig hebt, moet je soms heel erg lang wachten. Zeker ook de jeugd GGZ, hè, dus als je een keer wat hulp nodig hebt en je wil met een psycholoog praten. Duurt ontzettend lang voordat je voordat je er eindelijk aan tafel zit. En in de transgenderzorg is dat hartstikke erg. En voordat ik in de Kamer kwam, ben ik een aantal jaar voorzitter geweest van een belangenorganisatie, Transvisie, die precies dit probeerde te verbeteren. De transgenderzorg moest en moet nog steeds beter worden, zodat je geen lange wachttijden hebt en zodat je meer zelf kunt bepalen welke stappen je doorloopt in het zorg, in de zorg. En er is de afgelopen jaren eigenlijk stiekem ontzettend veel bereikt op dat vlak. Alleen het aantal mensen dat zich meldt bij transgenderzorg is ook toegenomen. Dus per saldo, als je nou je aanmeldt voor transgenderzorg, dan moet je nu zelfs nog iets langer wachten dan 5 jaar geleden. En dat vind ik heel zuur, want we hebben er heel veel zorg bij gekregen op meer plekken in het land. Maar het is niet genoeg. Nou, wat moet er nou gebeuren om dat op te lossen? Een paar dingen, denk ik. Ons zorgsysteem is niet zo heel makkelijk gemaakt om bij te sturen. Dus je kunt niet zeggen, oh, dan drukt de minister op een paar knoppen en dan is het anders. Want het begint er al mee dat je moet meer psychologen hebben, je moet meer artsen hebben. Die moeten allemaal opgeleid worden, daar moeten die mensen ook zin in hebben. Dus dat duurt allemaal best even. Maar dat moet je sowieso doen. Je moet er ook voor zorgen dat de verzekeraars, die betalen eigenlijk de zorg, hè, dus wij betalen elke maand premie aan de zorgverzekering, zodat zij voor ons de artsen betalen en de ziekenhuizen betalen. Die moeten meer hun best doen en meer gaan betalen ook voor transgenderzorg. Dan komen er vanzelf ook zorgaanbieders, artsen en psychologen, die dit willen gaan aanbieden. En ten derde moeten we de hele manier waarop die zorg is ingericht veranderen. Wat mij betreft moeten huisartsen een veel grotere rol krijgen.
Want als je iedereen naar die paar grote ziekenhuizen stuurt, zoals het VUMC hier in Amsterdam, maar je hebt ook Radboud in Nijmegen bijvoorbeeld en UMCG in Groningen. Als je iedereen daar naartoe stuurt, ja, dan stopt het daar natuurlijk wel op. Dat lijkt me logisch. Dus je moet dat veel meer verspreiden over Nederland. Veel meer ziekenhuizen en vooral ook huisartsen meer tijd geven om transgender personen te behandelen. Dus dat is mijn inzet, dat is ook wat D66 graag wil bereiken. En dat gaat soms helaas met tergend kleine stapjes, maar we blijven ons best doen om dat te verbeteren. En je had nog een vraag, toch? Bent u voorstander van het krijgen van een vergoeding voor transitie zonder een diagnose? Want de diagnoses zijn erg streng tegenwoordig en er zijn meer soorten genderdysforie die niet binnen de diagnose vallen, maar nog steeds erg zijn. En niemand past precies in het hokje transgender, maar de transgenderzorg is nog steeds veel te duur. Ja, je hebt helemaal gelijk. Kijk, wat ik het liefste zou willen is dat we het zo organiseren dat die zorgverzekeraars gewoon beter hun best doen. Want waar ik eigenlijk niet zo'n voorstander van ben, is dat jij een zak geld krijgt en dat je dan zelf maar de zorg moet gaan kopen die je hebben wil. Dat moeten zorgverzekeraars kopen en artsen moeten dat aanbieden. Maar ik herken heel erg wat je zegt, dat niet alle transgender personen zijn hetzelfde. Niet alle vormen van genderdysforie, want zo heet dat dan in medische woorden, zijn hetzelfde. Niet iedereen heeft behoefte aan hetzelfde als ze naar transgenderzorg gaan. En dat heeft alles te maken met maatwerk. De zorg moet gewoon meer kijken van wat heeft deze individuele persoon nou nodig en hoe kunnen we dat nou het beste bieden. Dat is al wel verbeterd in de transgenderzorg, maar kan echt nog veel beter. En in alle eerlijkheid is dit een probleem van alle zorg. Dat er te weinig rekening gehouden wordt met specifieke behoeften van een cliënt of een patiënt. Dus daarom denk ik ook niet dat we naar een apart zakje geld moeten. We moeten gewoon de zorg beter en anders organiseren. En dan lossen we ook dit probleem op. Is dat een beetje een antwoord op je vraag? Jazeker. En heb jij nog een idee van hoe het beter zou moeten? Of denk je dat dit wel... Om heel eerlijk te zijn, heb ik geen idee hoe het beter zou kunnen. Ik dus heb nog wel geen idee, bedenk ik me. Ja. Want nu, dat weet ongetwijfeld niet iedereen, als je nu aanmeldt voor transgenderzorg, moet je eerst heel lang wachten. En daarna krijg je een gesprek met de psycholoog. En nog een gesprek met de psycholoog. En nog een gesprek met de psycholoog. En dat kan soms heel lang duren, voordat die psycholoog zegt, ik ben akkoord dat jij misschien wel met hormoonbehandelingen gaat beginnen of puberteitremmers. En die psycholoog die zit daar dus als een soort scheidsrechter tussen. En die moet eruit. Die scheidsrechter moet er tussenuit. De psycholoog mag blijven, want daar heb je heel veel aan om daar af en toe mee te praten. Maar je moet veel meer zelf kunnen bepalen of je nou die zorg wel of niet wil. En één gesprek met een psycholoog aan het begin van joh, wat zoek je nou precies en waar ben je nou het beste mee geholpen? Dat is super zinvol. Maar uiteindelijk moet je toch zelf kunnen besluiten of je die zorg wel of niet wil hebben. Klinkt dat goed? Zeker, dank u wel. En Alex, waar zit Alex? Oh, daar ben jij. Hallo. Hoe heb je jouw transgenderheid leren te accepteren? Ja, dat ging niet zo makkelijk. Want ik ben pas in transitie gegaan rond mijn 40ste levensjaar. Dus je kunt zeggen, ik ben een beetje traag van begrip. Maar ik denk dat het vooral te maken heeft met dat ik het moeilijk kon accepteren dat het was zoals het was. Want ik wist dat al heel jong, dat ik eigenlijk toen nog een meisje was. Dat wist ik al rond mijn 8ste jaar of zo. Maar dat vond ik, in mijn hoofd was dat zo gek, dat idee van ja, er zit toch een piemeltje aan. Hoe kan ik, ik ben toch geen meisje, ik snap het niet meer. En ik kreeg zoveel geluiden uit mijn omgeving, dat heel raar was om dat te denken en te voelen. Dus heb ik dat altijd maar een beetje weggestopt. Het heeft best lang geduurd voordat ik zover was dat ik dat gewoon kon accepteren, want het was nou eenmaal zo. Dat wegstoppen, wat ik heel lang gedaan heb, heeft er ook voor gezorgd dat ik eigenlijk best wel lange tijd ongelukkig geweest ben en het ook heel moeilijk echte vriendschappen kon aangaan of een relatie kon aangaan. Die heb ik allemaal wel gehad, maar ja, ik was er nooit helemaal zelf bij, omdat ik mezelf niet kon zijn. Daarmee heb ik mezelf heel veel verdriet aangedaan. Maar ook de mensen in mijn omgeving met wie ik dan zo'n relatie had. Want het was altijd alsof ik
de ene helft van mij niet helemaal thuis was, zal ik maar zeggen. En op het moment dat ik met mezelf afsprak van ik ga dit nou heel serieus nemen en ik ga proberen dit helemaal te accepteren en alle gevolgen te accepteren, toen kwam er voor mezelf pas ruimte om in transitie te gaan. En dat heb ik toen ook gedaan en ik heb er geen moment spijt van gehad. Waarmee ik niet wil zeggen dat het makkelijk was, want het was heel ingewikkeld. Maar het was de beste beslissing die ik ooit heb genomen. Hoe vindt u het om als transgender gelabeld te worden? En vindt u het een belangrijk deel van uw identiteit? Oh ja, mooie vraag. Ik ben zoveel meer dan een transgender persoon. En in zekere zin doet het er ook eigenlijk helemaal niet toe. Ik ben een Kamerlid die verstand heeft van digitale vraagstukken, die verstand heeft van verkeer en mobiliteit. Dat is wat ik vooral wil bijdragen. Maar tegelijkertijd benoem ik het zelf regelmatig dat ik een transpersoon ben. Toen ik de vorige keer campagne voerde om in de Kamer te komen, heb ik dat ook zelfs op mijn flyer gezet. Omdat ik dacht, aan de ene kant heel tactisch, van ik heb geen concurrenten die dat ook hebben, dus ik heb iets unieks. Maar vooral ook omdat ik heel graag wilde dat mensen zich gingen realiseren dat het heel raar is dat ik het allereerste transgender Kamerlid ben. Dat is eigenlijk gek, want we zijn met ongeveer 1% van de bevolking is een transpersoon. Dat zou eigenlijk betekenen dat als je een Kamer hebt van 150 zetels, dat er bij elke verkiezing een anderhalve transpersoon in de Kamer zou moeten zitten. Eigenlijk. En dat nog nooit gebeurd is, is raar. En dat zegt vooral dat transpersonen in onze samenleving heel erg gediscrimineerd worden, heel erg buitengesloten worden en het ontzettend moeilijk hebben om gewoon volwaardig mee te doen. En dat is waar ik me heel erg over opwind, want ik vind dat iedereen gelijkwaardig moet kunnen meedoen in onze samenleving. Hè? We hadden het daar straks over vrijheid. Je hebt de vrijheid om zelf iets van je leven te maken. En als je zegt, ik wil de politiek niet in, prima. Maar als jij zegt, ik wil wel de politiek in, dan moet je net zoveel kansen hebben als ieder ander. En dat is voor transpersonen niet zo. En daarom vond ik het en vind ik het nog steeds belangrijk om steeds dit te benoemen. Dus ik ben ook heel blij dat je die vraag stelt, want dan kan ik het namelijk nog een keer benoemen. Dankjewel. En dit sluit denk ik wel goed aan op de vraag van Quincy. Ja. Jullie zitten allemaal zo lekker dicht bij elkaar. Dat is heerlijk. Wat vindt u van de gendergelijkheid in Nederland? Ja, die is nog lang niet af, de gendergelijkheid in Nederland. Er is echt nog heel veel te doen. Want dan gaat het over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en mensen die zich niet als mannen en vrouwen identificeren. Maar in ieder geval, mannen en vrouwen zijn in onze samenleving helemaal niet gelijk. En volgens de wet wel, maar in de praktijk helemaal niet. Dus het is nog steeds zo dat vrouwen voor een baantje veel minder betaald krijgen dan mannen die exact hetzelfde werk doen. Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Want je wordt betaald op basis van het werk wat je doet. Dus dat is een heel belangrijk verschil. Vrouwen worden nog steeds minder serieus genomen in de media. Een vrouwelijke expert in een televisieprogramma, daar kijken veel mensen toch anders naar dan een mannelijke expert. En vrouwen die hebben nog steeds heel veel te maken met bedreigingen en seksueel grensoverschrijdend gedrag op straat, op de werkvloer, ook thuis. Dus het geweld naar vrouwen is mijn doorn in het oog. Dus er zijn heel veel vlakken waar we met elkaar moeten knokken voor een gelijke positie voor vrouwen. En ik weet nog dat ik was net in transitie gegaan. En dan heb je een heel gek moment dat je de ene week als man naar je werk gaat en de week daarna ineens als vrouw. En ik moest toen voor mijn werk naar een klant. Ik zou daar een cursus geven. En ik sprak daar met de baas van het bedrijf waar ik een cursus zou gaan geven. En ik vroeg aan hem van, hebben jouw mensen een beetje zin in die cursus? En hij zei van, ik heb zo eens een beetje rondgevraagd onder mijn personeel. En er is eentje die heeft er niet zo heel veel zin in.
Maar die zei wel tegen mij van, nou, als het een beetje een lekker wijf is, dan vind ik het prima om daar een hele middag naar te gaan zitten kijken. En toen dacht ik, dat is bizar. Nu ik als vrouw dit werk doe, telt in de eerste plaats kennelijk alleen of ik een lekker wijf ben, hoe ik eruit zie. En telt helemaal niet welke ervaring ik heb, of ik wel goed ben in cursus geven. Terwijl in mijn leven als man ging het nooit over hoe ik eruit zag. Ging het altijd alleen maar over welke ervaring ik had. En dat geeft zo duidelijk aan hoe in onze samenleving anders naar vrouwen gekeken wordt dan naar mannen. En dat is, ja, vind ik echt totale onzin. Dus daar moeten we met elkaar hard aan werken. Heb jij ook wel eens iets gemerkt van die genderongelijkheid? Nou ja, ik zit zelf op voetbal, maar je ziet online toch wel echt heel veel reacties van vrouwen kunnen niet op voetbal zitten, dat is onzin, ze kunnen dat niet, het is niet voor vrouwen geschikt. En ik vind dat zelf echt onzin. Want vrouwen kunnen net zo goed voetbal en sport spelen als mannen dat doen. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, ja. Kijk, en natuurlijk als je het hebt over sport, zijn er wel bepaalde sporten waar als mannen en vrouwen tegen elkaar moeten strijden, dat het echt oneerlijk is. Omdat mannen met testosteron net iets grotere spieren hebben gekregen en daardoor gemiddeld genomen, dat is heel belangrijk, gemiddeld genomen wat sterker zijn dan vrouwen. Dus bij sommige sporten kan dat niet zomaar, maar dat kun je op heel veel andere manieren oplossen. Door met divisies of klassen te werken, gewichtsklassen of wat dan ook. Dus ik ben overigens wel heel blij dat het vrouwenvoetbal de laatste jaren zo ontzettend populair is geworden. En stiekem ook best wel veel mannen die zeggen dat die vrouwen dat het vrouwenvoetbal veel leuker is om naar te kijken. Omdat die gewoon echt nog helemaal vanuit het sporthart voetballen en niet vanuit de ego's die je in het mannenvoetbal veel ziet. Toch een kleine vooruitgang op dat vlak. Zeker. En je had nog een vraag, volgens mij. Ja, waarom koos u om te doen wat u nu doet? Ja, dat is eigenlijk een beetje mij overkomen. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar toen ik zo oud was als jullie nu zijn, dacht ik niet, ik wil later de politiek in. Geen enkel idee dat ik dat ooit zou gaan doen. Maar ik vertelde net dat ik een aantal jaar geleden voorzitter was van een belangenorganisatie voor transgender personen. En daar ben ik ook eigenlijk een beetje per ongeluk terechtgekomen. Ik werd daar eerst gevraagd om als vrijwilliger wat te gaan doen. En dat heb ik toen gedaan. En nou, voor je het weet ben je voorzitter. En als voorzitter van zo'n belangenorganisatie ging ik regelmatig naar de Tweede Kamer in Den Haag. Omdat ik vond dat de politiek een aantal dingen moest gaan regelen. Dus dan ga je dat natuurlijk vertellen tegen Kamerleden van de verschillende partijen. Dus ik kwam daar zo af en toe. En als je daar dan rondloopt, dan krijg je ook een beetje een gevoel bij, hoe gaat het daar nou aan toe? En ik vond het eigenlijk wel heel interessant. En toen op een bepaald moment dacht ik, als ik nou eens in plaats van met Kamerleden praat om de wereld te verbeteren, als ik nou eens gewoon zelf Kamerlid word, dan scheelt een stap, haal ik er een stap tussenuit. En ik vind het ook een heel interessant avontuur om te kijken of ik daar nog op die manier van betekenis kan zijn. En toen heb ik D66 gebeld, de partij waar ik altijd eigenlijk op gestemd heb. En ik zeg, ik wil voor jullie in de Tweede Kamer, wat moet ik daarvoor doen? En bij D66 heb je dan iedere keer bij de verkiezingen gewoon een sollicitatieprocedure als je lid bent van de partij. Dus je moet wel eerst even lid worden. Maar als je lid bent van de partij, dan kun je gewoon solliciteren. En dan krijg je gesprekken en dan gaat de lijstadviescommissie, zoals die heet, de groep mensen die dan die lijst samenstelt, die gaat dan op basis van al die gesprekken mensen op een bepaalde volgorde zetten. En vorige keer stond ik op plekje 22 en nu sta ik op plek 12. Dus er is een redelijke kans dat ik weer terugkom in de Kamer. En wist je ook meteen dat het D66 moest zijn? Ja, eigenlijk wel. Ik heb vroeger, misschien moet nu even de camera uit. Nee, ik heb vroeger wel eens een enkele keer Partij van de Arbeid en één enkele keer VVD gestemd. En dat was alle twee een vergissing. Want D66 past echt heel erg bij mij. En dat zit er maar in omdat D66 is een sociaal-liberale partij. Dat is de term. En dat betekent, dat liberaal betekent, waar we het in het begin ook over hadden, je moet de ruimte krijgen om zelf je leven vorm te geven, veel vrijheid. En dat sociale zit er maar in dat de overheid ervoor zorgt dat als mensen soms een steuntje nodig hebben om om wat van hun leven te kunnen maken, dat de overheid daarvoor zorgt. En het sociale zit er maar ook in dat we rekening met elkaar houden en rekening met de planeet. En die combinatie van heel veel vrijheid, overheid, je moet me niet voor de voeten lopen, ik kan het zelf wel.
Behalve als ik het even niet meer kan, dan vind ik het fijn dat je er voor me bent en dat we er voor elkaar zijn. Dat past heel erg bij hoe ik tegen het leven aankijk. En dat vond ik bij D66. En volgens mij is dat de enige partij die twee dingen zo mooi combineert. Die dat allebei heeft. En waar zit Luc? Yes. Ik kom eraan. Wat is uw kijk op mensen die hun voornaamwoorden misbruiken en wat kan eraan gedaan worden? En wat bedoel je met voornaamwoorden misbruiken? Ik stel de vraag voor hun, maar ik ga ervan uit. Want je ziet wel vaak in de media dat er soms gezegd wordt dat mannen... bijvoorbeeld, ik heb iets gezien dat één man had zich geïdentificeerd als vrouw. En toen had hij het record gebroken met gewicht heffen. En ook mannen die bijvoorbeeld vrouwen plekken naar binnen gaan, omdat ze zeggen dat ze vrouw zijn, maar dat niet echt menen. Ja. Ja, ja, dit heb je ook heel vaak gehoord in de discussie over, moeten transgender personen nou meer rechten krijgen of niet? Laat ik beginnen met die vrouwenruimtes. Want er wordt dan steeds geroepen, als transgender personen zelf mogen besluiten dat ze de letter in hun paspoort gaan veranderen, dat ze daar geen verklaring van een psycholoog meer voor nodig hebben en dat ze dat gewoon bij de gemeente kunnen regelen, dan gaan allemaal mannen die vrouwen willen verkrachten, die gaan dat dan doen. En dan gaan ze met een V in hun paspoort, gaan ze op een sportschool een vrouwenkleedruimte in en dan gaan ze allemaal vrouwen verkrachten. Dat is meestal het verhaal wat er daarna vastgeplakt wordt. Dat is echt klinkklare onzin. Dat gebeurt niet. En dat is eigenlijk logisch, omdat je namelijk helemaal geen paspoort nodig hebt om een kleedkamer in te gaan. Daar begint het al mee. En mocht je nou in zo'n kleedkamer inderdaad een vrouw verkracht hebben en je staat bij de rechter en de rechter zegt, meneer, waarom heeft u deze mevrouw verkracht? Ja, nee, maar ik heb een V in mijn paspoort, dus ik mocht daar zijn. En dan zegt die rechter, ja, dat zal wel, maar dat is niet de vraag. Waarom heeft u iemand verkracht? Dus het biedt op geen enkele manier bescherming aan iemand die kwade bedoelingen heeft. En daarnaast weten we ook nog dat in heel veel andere landen, er zijn al een stuk of 15 landen in de wereld waar je de letter in je paspoort kunt veranderen zonder een verklaring van een psycholoog. En daar zijn dit soort incidenten helemaal niet gebeurd. En er is één incident bekend van een Engelse gevangenis, waar het wel mis is gegaan. En dat incident wordt steeds opnieuw in allerlei varianten verteld. Want in Engeland is het inderdaad voorgekomen dat een persoon als man vrouwen verkracht heeft, daarvoor veroordeeld is, in een mannengevangenis terecht kwam. En toen heeft ze gezegd, ja, maar ik ben eigenlijk een vrouw. En toen zomaar werd overgeplaatst naar een vrouwengevangenis en daar in die gevangenis twee vrouwen heeft aangerand. Dat is natuurlijk vreselijk. Maar ik vraag me af, joh, je hebt iemand die is veroordeeld voor het verkrachten van vrouwen, of dat nou een man, een vrouw of een non-binair persoon is, die zet je toch niet zomaar in een gevangenis met andere vrouwen, daar denk je toch over na. En dat hebben ze daar in Engeland in dat geval niet gedaan. Dus dat is heel verdrietig voor die twee slachtoffers. En tegelijkertijd een goede les voor alle andere gevangenissen over de hele wereld. Van, oh ja, zo moet het dus niet. Dus het klopt dat het niet altijd vanzelf goed gaat. Dat je soms even over dingen moet nadenken. Maar de ervaring leert dat het eigenlijk altijd goed gaat. En dat die situaties die misschien een beetje ingewikkeld zijn, dat je daar prima oplossingen voor kunt verzinnen. Is dat een beetje een antwoord op je vraag? Ja, lijkt wel. Ja, misschien een beetje een lang antwoord, maar ik wil het goed uitleggen, want hier is heel veel discussie over altijd. En het gaat veel rond ook op internet. Ja, ja. Ja. Dan gaan we nu even naar een beetje een ander onderwerp. Waar is Kira? Ja. Hoe gaan huizen voor ons laten betaalbaar worden? Wat gaat u partijen eraan doen? Ja, we weten allemaal dat huizen heel duur zijn en dat vooral ook dat er veel te weinig zijn. Dan hangen die twee dingen wel een beetje met elkaar samen, want als er meer zijn, dan worden ze goedkoper. Maar huizen zijn hoe dan ook duur en het huren van een woning is duur. Kijk, wat belangrijk is als dingen in onze samenleving duur zijn, zoals een huis, zoals het openbaar vervoer, is eigenlijk ook best wel duur. Er zijn best wel veel dingen duur. Dan kun je zeggen, hey, kan ik nou die verschillende dingen allemaal goedkoper maken? Dat is een manier om het op te lossen. Dus dat kun je ook met huizen doen. Door de hypotheekrente bijvoorbeeld af te schaffen.
Hè, dat is, ik weet niet of jullie dat weten, maar als je een huis koopt, dan moet je daar geld voor lenen. Dat is een hypotheek, daar betaal je rente over. En die rente die mag je daarmee aftrekken van de belasting, dus dan betaal je minder belasting. Nou, als je dat nou afschaft, dan zullen mensen minder snel heel hoog gaan bieden om een huis te kopen, waardoor op de langere termijn de huizen goedkoper worden. Dat is een manier. Maar je kunt, als je huizen betaalbaarder wil maken, moet je natuurlijk in de eerste plaats werken aan dat mensen met een laag inkomen en mensen met een middeninkomen, dat die gewoon meer geld overhouden. Dus dat is iets wat D66 wil doen. Minimumloon omhoog en de belastingen voor mensen, voor verpleegkundigen, voor leerkrachten, hè, middeninkomens noemen we dat, dat die minder belasting gaan betalen. Dan houden ze meer over en dan kan misschien het huis wel duur zijn als je kijkt naar het getal, maar dan hou je wel, heb je wel meer geld om het te kunnen betalen. Dus dat, er zijn heel veel verschillende dingen die we daarvoor willen doen. En je moet dus ook werken aan de hoeveelheid huizen. Er zijn er te weinig. We hebben echt 900.000 huizen nodig de komende jaren om iedereen die dat wil een plekje te geven. En wat D66 belangrijk vindt is dat we die huizen bouwen op plekken waar je heel snel ook openbaar vervoer hebt. Dus bijvoorbeeld dicht bij stations, binnen bestaande steden. Omdat je die huizen daar wat sneller kunt bouwen. Omdat je niet ook nog wegen hoeft aan te leggen, om het maar even heel simpel te zeggen. Dus dat vinden we belangrijk. Ook omdat we daarmee de natuur en de groene ruimte tussen de steden ook open houden. En je kunt heel veel leegstaande kantoren kun je ombouwen naar woningen. Je kunt op bestaande gebouwen misschien 1 of 2 verdiepingen bouwen. Dat gaat namelijk behoorlijk snel. Veel sneller dan een heel nieuw gebouw bouwen. Dus er zijn heel veel dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat er meer huizen komen en ze daardoor betaalbaarder worden. Maar er is niet 1 simpele oplossing waarmee het hele probleem oplost. Want als dat zo was, dan was het probleem ook eigenlijk al lang opgelost. Dus het is een ingewikkeld probleem waar we veel dingen voor doen. Ben je zelf al op zoek naar een huis of een kamer? Nog niet, maar later is het wel belangrijk. En wil je ook in Amsterdam wonen? Dat hoeft voor mij niet. Beetje te druk. Maar je maakt je wel nu al zorgen over hoe dat later moet? Ja, je ziet heel veel in het nieuws dat huizen eigenlijk gewoon niet meer betaalbaar zijn. Nou, hopelijk komen er dus een hoop oplossingen tegelijk aan. Even kijken. Ja, dan ga ik weer even terug naar Luc, die volgens mij de woordvoerder is voor een aantal andere mensen. Maar dat mag natuurlijk. Is het nog slim om kinderen te nemen met hoe het klimaat er nu voor staat? Oui. Nou, in de eerste plaats, dank dat jij namens anderen het woord voert. Dat is een belangrijke taak. Ja, of het slim is om kinderen te nemen vanwege het klimaat, dat is een vraag die je eigenlijk vooral op het moment dat je eraan toe bent, zelf moet beantwoorden. Maar ik maak me grote zorgen over het klimaat. En het klimaat en de klimaatverandering veroorzaken wij als mensen. Doordat we allemaal producten kopen die grondstoffen kosten, doordat we fabrieken hebben die CO2 uitstoten, dat we auto's hebben die CO2 uitstoten. En het is natuurlijk wel zo dat als er minder mensen zijn, dan wordt er minder uitgestoten. En ik hoor ook mensen die zich echt zorgen maken over het klimaat en zeggen van ja, als ik kinderen zou nemen, dan hebben zij met zulke nare omstandigheden te maken als zij ouder worden. Dat wil ik ze niet aandoen. Ja, dat vind ik heftig als mensen dat zeggen. Dus ik ben een optimist. Ik vind dat we alles op alles moeten zetten om de klimaatverandering te beperken, zodat we er goed mee kunnen leven. We kunnen klimaatverandering niet terugdraaien. Daar zijn we echt al te laat voor. Maar we kunnen wel ervoor zorgen dat het niet nog erger wordt. Maar dan moeten we wel alles op alles zetten. En dan moet wat mij betreft Rob Jetten weer de volgende minister van Klimaat en Energie worden. Want die heeft goed werk geleverd. Dus laten we daarmee doorgaan. Zodat niemand de keuze hoeft te maken om geen kinderen te nemen, omdat die somber is over de toekomst. We hebben nog een paar minuutjes. Zijn er nog mensen die gewoon spontaan een vraag hebben? Ja, wat goed. Dat mag natuurlijk ook. Ja, ik had een vraag over de renteverhoging op de studentenleningen. Want ik leen eigenlijk al 2 jaar. En ik vind eerlijk gezegd het een beetje vreemd dat halverwege het spel de spelregels zijn veranderd over de rente. En wat uw mening daarover is en wat D66 daarmee wil doen. Ja, heel terechte vraag. Want studeren is niet gratis.
En de overheid betaalt het grootste gedeelte van je studie, maar je betaalt er zelf ook flink aan. En heb je dan vaak ook een studielening voor met rente. En toen dat leenstelsel, waar jij ooit in gestart bent, toen dat bedacht werd, werd gezegd, joh, we hebben die rente op nul of praktisch 0%, dus je betaalt geen rente over die lening. En zei de minister toen, dat blijft wel zo. Ja, dat had ze helemaal nooit kunnen mogen beloven en nooit mogen zeggen, want zo werkt het nou eenmaal niet. Rentes die veranderen. En als je als overheid daar niet echt zelf bewust iets aan doet, dan verandert de rente op de studielening mee. En dat zie je nu gebeuren. Het ging van 0, nou heel weinig, naar nu is het 2,5% geloof ik. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, iets in die richting. Maar dat betekent wel dat de rente die je betaalt ineens enorm, in aantallen euro's, enorm toeneemt. Waar je helemaal geen rekening mee gehouden hebt. Dus dat is wel, ik snap dat je zegt, ja, dan verander je de spelregels halverwege. Wat D66 daaraan wil doen, we hebben het ook pas geleden voorgesteld, is om de rente vast te zetten op 0%. Je betaalt nu 0% en je betaalt altijd 0%. En als je dat wil doen als overheid, dan kost dat natuurlijk geld. En als je in de Tweede Kamer zegt, joh, ik heb een goed idee, maar het kost geld, dan vinden we ook dat je moet aangeven waar je dat dan van gaat betalen. Want alleen maar leuke ideeën lanceren die geld kosten, ja, dat kan iedereen. En je moet ook keuzes maken. En D66 heeft toen gezegd, nou, wij willen eigenlijk de kosten van het bevriezen van die rente, willen we eigenlijk halen uit een btw-verhoging op bloemen. Want als je een leuk bloemetje koopt voor je moeder op moederdag, dan zit daar niet 21% btw op, maar een lager btw-tarief. Als je dat nou verhoogt, dan krijgt de overheid meer geld. En wij hebben dus uitgerekend dat je door onder andere dat te doen, we hadden nog een aantal andere ideeën, maar door onder andere dat te doen, dat je dan dus de kosten kunt betalen om studenten 0% rente te geven. Wij vonden dat een heel goed idee. Samen met de SP hadden we dat voorgesteld. Maar het heeft geen meerderheid gehaald in de Tweede Kamer. Dus er waren heel veel partijen die dit een heel slecht idee vonden. Dat is super verdrietig, want wij denken dat je daarmee heel goed het probleem kunt oplossen. Er zijn wel allerlei partijen die ook vinden dat het opgelost moet worden, maar die dat geld dan weer ergens anders vandaan halen. Waar je misschien ook weer niet heel, heel blij van wordt. Maar ik weet wel zeker dat we dit de komende tijd gaan oplossen, omdat er best veel partijen zijn die vinden dat je dit moet regelen. Alleen zijn we er nog niet helemaal uit waar het betaald van gaat worden. Wat vindt u nou het leukst om hier bijvoorbeeld op scholen te vertellen over uw standpunten van D66? Ik vind het eigenlijk het leukste om vooral door jullie vragen verrast te worden. Dan weet ik ook veel beter wat er bij jullie, wat jullie belangrijk vinden. Dus ik vind het veel leuker om niet hier naartoe te komen met het idee van, oh, ik ga dit en dat allemaal vertellen. Ik ga maar een beetje promotie maken. Ik vind het veel leuker om te horen wat jullie belangrijk vinden. Want dan neem ik dat weer mee en dat kan ik dan weer gebruiken in mijn werk in de Kamer. Dus dank voor al jullie vragen. Ja, dank jullie wel dat jullie hier allemaal op deze middag wilden zijn. En heel erg bedankt Lisa van Ginneken. Geef haar een hartelijk applaus. APPLAUS